Wij denken dat we dus per rijk gedropt zijn. Het heeft nog 10 mensen mee. Er zijn 5 rijken. Dus we moeten al in de rijk 2 personen. We moeten naar locatie. We hebben 15 minuten de tijd. En elke minuut van onze tijd kost 100 euro. Gehoord. Ja. Als je ergens met vogelvlucht langs gaat, kan je heel veel verdienen. Hallo, dus dat moet wel vogelvlucht zijn, toch? Oh mijn god, jullie zijn de eerste! Maat! Nee, kom! Eerste joker is binnen, jongens. Ja, nee! Kan! Heb je een joker? Je hebt een vraag! De kaart zit op put! Lekker op! Lekker op! Welkom bij aflevering 2 van Wie is de Beer? Vandaag zijn we hier op het heksenpad. Vandaag gaan we de overgebleven 9 kandidaten testen op een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen ze elkaar wel goed? Vorige week is helaas Leslie het spel uitgegaan. Wie zal deze aflevering het spel verlaten? We gaan het nu zien in een nieuwe aflevering van Wie is de Beer? Kandidaten, wat leuk dat jullie er allemaal weer zijn. We zijn nog met z'n 9e. En bij deze zou ik jullie willen vragen, maak 3 groepjes van 3. Maar bedenk wel, maak 3 groepjes die elkaar kunnen vertrouwen. Vertrouwen? Dat is nou, dit is een groepje. Ik word Gino niet in het groepje. Maar dat is bier. Oh ja, 3 tegen 3. Ja, groepjes gemaakt. Nou, wat gaan we doen, mensen? Elk groepje van 3 gaat straks langs 6 bomen. We beginnen bij boompje 1, daarna gaan we naar boompje 2, boompje 3, etcetera. Op deze bomen hangen enveloppen met vragen erin. Die mogen jullie beantwoorden met z'n drieën. Maar bedenk goed, wie vertrouwt elkaar? Geef jullie wel het goede antwoord. Het doel van het spel is dat jullie alle uitkomsten bij elkaar op moeten tellen. En dat antwoord dan moeten jullie aan mij geven. En dan krijgen jullie de sleutel om het kistje te openen. En in die kist ligt maar liefst 1500 euro. Er kan dus in totaal 4500 euro worden verdiend. Succes! Ik ben kapot! Oh. Jongens, is er iemand... heeft iemand hier verstand van? Ik maak het kapot! Oh. Je bent echt zo dom, hè? Shit, geen envelop kan openen. Nou, dat gebeurt. Vraag 1. Hoeveelste seizoen was het dit jaar van Wie is de Mol 2018? Ik het op, joh! Heb je het opgehaald? Rustig! Hoeveelste seizoen was dit jaar van Wie is de Mol 2018? 18e seizoen, dat weet ik toevallig. Volgens mij is het 10. Meer als 10. 10? Meer als 10. Dus, maar 16 seizoenen? 16? 16. Nee, maar volgens mij wel. Ja, we zijn 15. Ik weet het echt niet, we hebben gewoon een kopje. 2002 of zo? Ja, ik weet het niet. 15? Gewoon voor 15 dan?
Ja, 15. Oké. 15. Zij is een 18, toch? Nee. 17. Fuck, ik had daar vanmorgen nog op gezocht. 17 of 18. 17 of 18, dat was de eerste in 91. Dan zou dit 18 zijn. Huh? Toch? Wacht, wat zei je nou? Nee, maar de eerste was in 1999 volgens mij. Nee, de eerste is 2000. Want het bestaat nu 18 jaar volgens mij. Ja, maar er is 1 jaar is niks geweest. Ja, dan is het 18 jaar. 18. Oké, 18. Jolie, jij houdt het bij en wij rekenen uit. Oké, 18. Ik volg Wie is de Mol al heel lang. Ja, dat is de eerste keer dat ik het kijk. Heb gekeken, dus. Ja, ik heb het nog nooit gekeken. Dit is het 18e seizoen. Oké, ik hoop dat dat het is. Ik vertrouw jou. Ik vertrouw jou ook. Ja, want ik ben niet mol. Dat is wacht op. Ja. Oké, de boom checken. De boom checken, ja. En dan een beetje eromheen. Vraag 2. In welk jaar opende de Efteling zijn deuren en tel de cijfers bij elkaar, apart van elkaar. Hoe was dat? 19 nog wat. 19 en de 50. Ik weet het echt niet. Ik ook echt niet. Volgens mij 1969. Oh, ik heb mijn spreekwoord erover gehouden. Nee, volgens mij... Nee, 1965, dat was het. Nee, maar toen ging de Piranha toch open juist? Of was dat 85? Nee, dat was in 1980. Ja, 1965 of... Ja, 1965 ging die open. Zou goed kunnen. 1952. Ja. Kan best kloppen. Wacht, het is... 50 nou, in, 19, in de jaren 30 begon het als sportpark. Sportpark. Wacht, ja, tel even 65 jaar terug. In 1952. 1952 of zo? Ja, doe maar. Dus ja, dan heb je 1, 9, wordt 10, 5, 2, 7, 7, 17. 17 en 18 bij elkaar. 17 plus 1 plus 7. Ik weet niet of dat ook niet. Nee, je moest de antwoorden bij elkaar. Maar dat doen we nou nog niet, dat doen we het later. Nee, maar hier, dus nou kijk, is 17, kijk, tel de cijfers bij elkaar, apart van elkaar. Dus daar heb je, als je met die 4 optelt, heb je 17. Dus 1 plus 7 is 8. Ja, als je, nee, als je, als je, als je eruit komt, als je eruit komt, nee, gewoon 17. Gewoon 17. Ja, ik heb geen flauw idee. Nee, ik ben ook niet zo'n grappeltje. Waarom denk je dat ik niet... Ja, ik ben Efteling fanaat. Waarom denk je dat ik een laag cijfer heb op mijn spreekbeurt? Ik schaam met de tiener. Maar ik denk 1965. Laten we dat zeggen dan. Hopen. Oké, ik geloof jou, oké? Ja? 1952. En tel de cijfers bij elkaar op, apart van elkaar. Dus 1. 1 plus 9. Is 10. 10. 17. Ja. De leeftijd van Kevin en Gino. Gino Kevin is 16. Is 23. 23 en 16. 9, 39. Kevin is volgens mij 21. Nee, die is 24. Oh. Zo oud. Gino is 16. Ja. Ja. Dat was precies toen van Thuisland was een jarig. De leeftijd van Kevin en mij, welke opgeteld? Kevin is 23. Nee, ik ben 16. Wat is? 9. Ja? Nee. Ik kan niet onder druk rekenen. 30. Wat? Dus 39. Als ik goed heb tenminste. 39, oké, ik vertrouw jou. 39 toch? 16 plus 23. Hoeveel binnenattracties heeft Efteling? Fata Morgana, Vogelrok. Droomvlucht, hoe heet Carousel, het ook? Symbolica. 39, 17, 18. Ja, 39 stuk. Oké. Nee. Zit op! Hoeveel binnenattracties heeft de Efteling? Fata Morgana, Symbolica, Vogelrok. Wacht, Fata Morgana, Symbolica, Carnival Festival, Vogelrok, Droomvlucht, Villa Volta, Spookslot. Pandadroom? Nee, wacht. We beginnen eerst bij Anderrijk. Fata Morgana. Fata. Spookslot, Pandadroom, Ruigrijk. Ja, Vliegende Hollander, binnen slash buiten, maar... Wil je meetellen? Ja. Ja. Ik vind het binnen. Binnen. Bon. Reizende Rij. Vogelrok, Carnival Festival. Ja, daar hebben we Villa Voltra. Villa
Droomvlucht. Droomvlucht. Dat was volgens mij. Heb je die al? Droom. Ja, daar waren ze wel, toch? Acht. Ja. Acht. Acht. Carnaval. Carnaval Festival. Carnaval, dus even kijken, dat is Symbolica, wat we gaan naar Droomvlucht. Vliegende Hollander. Geldt die als binnenattractie, want die is half binnen, half buiten. Nee, dan zou ik zeggen carousel. Is het een carousel? Dat is ook binnen. Dat is ook een attractie. Ja, maar indoor. Ja, dat is ook een attractie. Ja, maar binnen een attractie. Dat is binnen. Ja, stoomcarousel is binnen. Stoomcarousel. Oh ja, stoomcarousel. Ik zat te denken met de stoomtrein. Dat is 10. Diorama. Ja, is dat een attractie? Droomvlucht gaat om Magana, Carnaval Festival, Vogelrok, Symbolica, Carousel en dan nog Villa Voltens. Ik denk Droomvlucht ook al gehad? Droomvlucht hebben. Ja, die was in. Dus dat is Pandadroom. Oh ja, dus dat is 8. 8 of 7? 8, ik denk 8. 12 volgens mij. Zullen we 12 gaan? Wacht! Fatum Ghana. Fatum Ghana, Pandadroom, Spookslot. Vliegende Hollander. Carnaval Festival, Vogelrok. Droomvlucht, Villa Volta. Stoomcarousel, Diorama. Symbolica. 11. Ja. Hoeveel jaar bestaat Joris en de Draak samen met Vliegende Hollander? Hoeveel jaar? Even kijken, Joris en Draak is 2010, dus 2011 is 1, dus 12 is 2, dus 13 is 3. Joris en de Draak is 2011. Nee, 2010. 2011 toch? 2010. Ik weet het echt niet. 2011 is die geopend en 2007 is... Nou, 2011. 11 plus. Ja, dat is 18, maar zijn ze nu al een jaar open dit jaar? Wat? Zijn ze dit jaar al een jaar geopend of niet? Want ze zijn wel, voor hetzelfde geld, zijn ze in juli geopend. Ja. En dan zijn ze dit jaar dus toch niet een jaar open? Nee, hoeveel? Oh ja. Vliegende Hollander is sowieso met Paas open gaan, volgens mij. Ja. Dus die is sowieso 11. Vliegende Hollander is 11 geworden. Ja, 11. Oh, ja, die is 11. Joris en de Draak staat hier sinds 2005? Nee. Helemaal 2000. Niet. 2010. Oh. Dus dat is 8 jaar? 8 plus 11. 8 plus 11, dat is 19. 19. Nee, dit is hier 11. Vanaf 2007. Ja. Nou, nu 11. 2007 tot 2018. Oh ja, dat is 11. En dan 2011 tot... Ja, dat heb ik geen verstand. Ja, gewoon 2011 tot 2018. Ja. Yes. Hoeveel is dat? 7. Huh? Dus 11 plus 7 is 18. Nee. Huh? Maar hoeveel jaar samen met ja, ons? Dus. Ja, samen, 11 en 7. 11 en 7 is 18. Oh, dus 2 keer 18. Ja. 8 jaar, ja. En dan met de Vliegende Hollander is 2007. Ja, maar bestaat die al sinds april dan? Ik weet wel dat die 2010 is geopend, Joris en Draak. Ja, maar welke datum? Want toen was er nog met Van de Boer. Volgens mij gewoon in juli. Ja, dat zou goed kunnen, maar dan is die 7 jaar. Joris en Draak? Ja, dan, als die in juli is geopend, dan is die nu 7 jaar. Kan dus stoppen. En dan Vliegende Hollander 2007, die was volgens mij ook rond. Nee, die moesten ze toen uitstellen. Dat was toen de eerste paasdag. Dus het was ook in april. Dus hoeveel jaar zou dat zijn? Wat is de topsnelheid van de Python? De... 75, 85 of 95 kilometer? 85. 85. 75. Volgens mij wel. Ja, volgens mij ook, want hij gaat niet zo snel als de baron. Nee, 75. 85. Ja, die weet ik. Oké, okay, uittellen dus. Dus 18 en 18 8, is 36. Plus 8 is 46. 8, nee. Dus 8 is 44. Plus die 17 is 54. 61. Plus die 75. 39 moeten we ook nog. Ja. En dan 75, 39. We zitten nu op 61. Plus 39, dan wordt 70 is 100. Plus 100. Dus 175. En dan, ja, 175. 175. Dus we die definitieve eindstand ja. Wordt? Ja. Ja. Helaas. Wow. Jullie mogen terug. Okay. Geen geld verdiend. Oh, we moeten rekenen. Ik heb wel. Oh, wat was de eerste ook weer?
Ja, ik kan niet rekenen. Ik ben vergeten wat de eerste was. De eerste die was... Wat was die eerste vraag ook alweer? Van hoe lang bestaat de Efteling of zo? Ja. Was het? Nee, dat was... Nee. Hoeveel seizoenen is het? Oh ja, hoeveel seizoenen? Ja, hoeveel seizoenen? 18. Dat was 18. Dat is 18. En dan nog die van 65. Van de Efteling. Nee, ja, nee. Ja, toch? Ja. 1, 9, 6 en 5 moeten we tellen. Ja. Jezus, ik kan niet rekenen. Jou gaat twijfelen. Nee, want we hadden het wel goed. Want we hadden 18. Maar moeten we dan 65 erbij rekenen? Nee. 1, 9, 6 en 5 moeten we bijrekenen. Oké. Wat was die vraag? 2010 en wanneer was die open? 2007. In april. 2007. Want eerste paasdag werd uitgesteld vanwege de bouw. Omdat de vliegtuig dat karretje op de ketting klapte. Moeten we dat allemaal bij elkaar optellen? Ja. Ja. Maar ik vergeet het getal niet steeds. Ik gok iets van 75. Zo gok ik. Ja. Ik wil nu een definitief antwoord. Zeggen jullie maar. Mm. Ik wil niet als morgen dag worden. Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Nou. Oké. Tim zegt het. 75. 75. Helaas. De eerste was...32. Ja, dat is die daarna. 32 plus 39. 32 plus 39, dat is 60. 71. 71 plus 11 is, dat is 82. 82. 82. 82 plus 82 plus 82 plus wat was die andere nou? Joris Draak. Ja. 82. Oh ja, Joris en Draak vertiefde de Holland. 11. Kandidaten, dat is het einde van de opdracht. Jullie hadden hierbij €1500 kunnen verdienen per groepje. Dat was namelijk het bedrag wat in de kist zat. Hoeveelste seizoen was het dit jaar van Wie is de Mol? 18. In welk jaar openden de Efteling? 1952. Lekker Dani, we wisten. Als we elkaar optelt, kom je uit op 17. Lekker Pek. Leeftijd van Kevin en Gino. Ik moet samen optellen. Ik vind het gewoon erg. Sommigen van jullie mij 24 schatten. Daarna 23. En Gino 16. Ik zei je! Oké. Bij elkaar opgeteld, maakt dat? 39. Ja, reken maar uit. 39. Vraag nummer 4. Hoeveel binnenattracties heeft de Efteling? 8. 11. 11. We hebben spookslot niet meegerekend. 9. Nee. Nee. Bijna, maar we waren wel in de buurt. Vraag nummer 5. Hoeveel jaar bestaat de Joris en de Draak en de Vliegende Hollander samen? 18. En vraag 6. Wat is de topsnelheid van de Python? 85. Drie keuzes. Dat zijn jullie allemaal goed. 85. Alles bij elkaar opgeteld maakt 186. We hadden het zo dichtbij. Bijna. We hadden 75. Wat hadden wij ook weer? 181. Wij hadden 175. Wij hadden 75. Tja, we hadden hier toch mooi €1500 kunnen verdienen. Helaas. Ook al weg. Helaas niks verdiend met deze ronde. Helaas. €1500. Oh, ik was hier ook bij penningmeester. Rens.
Dan mag Gens even met mij meekomen. Oké. Okay. Ik ga denk ik heel diep in de 75, random gok. Ja. Ja, maar dat was 75, 85 of 95. Nou, dan zit je bij elk antwoord dicht in de buurt. Nee, niet zomaar met snelheid. 85 mis ik. Ja, maar kijk, wij deden, nee, wij deden als aantal, weet je wel? Als totaal. Ik zei als totaal 75. Dat was een random gok. Ja, maar 75, ja, kijk, ik dacht de baron gaat 95. Dus de 85 vind ik dan nog wel snel voor de Python. Ja, maar hey, nu een nieuwe baan. Hij voelt ook nu sneller, dat is weer. Ja, dat is zo. Nou, Rens. Helaas, geen geld verdiend deze aflevering. €1500 had je kunnen verdienen. En aangezien jij penningmeester bent, wil ik jou een voorstel doen. Okay. Of €1500 voor in de pot. Ja. Of een joker voor jezelf. Waar kies je voor? Oh my god. Ik ga dan toch van mezelf, ik ga voor een joker. Ik ga voor een joker. Krijg jij van mij een joker? Zou ik zeggen, succes. Dank je. Misschien dat het werkt. Hoop het. Tijd voor de test. 5 vragen over de identiteit en doen en laten van de beer. Degene die het minst weet, ligt uit het spel. Behalve de beer. Die hoeft nooit naar huis. Ik verdenk Dani als een mol. Omdat Dani eerst in het begin allemaal heel erg spraakzaam was. En heel erg opvallend. En toen na zijn eerste stemming is het zo van... Ja... Toen was hij hartstikke rustig. Ik heb heel vaak gehoord dat ze zeiden van dat hij echt vaker rustig was. Maar ik denk het niet. Ik denk echt dat het iets te maken heeft. En ook met Rens. Want die ineens heel onopvallend naar voren werd getrokken. Dat speelt me ook iets af. Maar ik denk toch dat ik toch voor Dani ga. Onopvallend. En hij is klein, hij is sneaky. Dus ja, hij kan zo dat doen. Nou, de volgende opdracht was, je moest zo goed mogelijk vragen beantwoorden. En ik zat bij Gino en Roy in het team. Of ik nog wat opvallends heb gezien van wie toevallig de mol kan zijn. Gino heeft bepaalde antwoorden. Dus dat hij heel, ja, bijvoorbeeld hoe oud zijn Gino en Kevin samen? Was 1930. Maar hij zei, toen bij de antwoorden optellen, zei hij... 38 opeens, het moest 39 zijn. Dus ja, ik heb het nog zelf beter. En bij Romy heb ik niet veel gezien. Hij liep een beetje mee. Dus ja, ik denk, ik zat eerst eigenlijk wel op hem. Maar nu denk ik dat Romy toch niet meer de mol is. Ik heb nu 2 afleveringen meegedaan. Ik heb nu mijn goede vermoedens. En ik denk dat ik bijna 100% zeker weet. Ik ga ervan uit dat Tim de mol is, want hij doet bij de eerste opdracht, hij doet die een briefje achter. En ja, Rens is ook al op de dag. En ja. En Rens die begon net ook apart te praten, met Python 75 in het buur, heel overtuigend. Dus ik ga nog steeds volop op Tim. Er is me niks veel opgevallen, eigenlijk niks. Alleen dat het groepje van Tim en Roan en Lars gewoon niks deed deze opdracht. Dus hun verdenk ik nog steeds wel een beetje. Ja, ik vind het denk nog steeds Gino. Hij wil een beetje erg opvallen. En hij zei ook tegen mij dat hij alle vragen had gezegd. Maar dat was niet zo uiteindelijk weken dat Dani meestal had gezegd. En Rowan is een beetje minder verdacht geworden en ik weet niet waarom, maar hij is gewoon minder verdacht. Nou, de tweede opdracht, dat was echt super lastig, want ik kon de rest niet echt goed in de gaten houden. Degene bij wie ik in het team zat, ja, hebben op zich niet heel veel verdacht gedaan. Dus ik heb het moeten doen met informatie uit de eerste 2 opdrachten. Opdracht 2, de geheugen met die vragen. Op zich, we dachten dat het goed liep bij ons team. Maar er was toch één iemand die wat volgens mij dingen aan het doen was wat niet klopte. En Rens ging verkeerde antwoorden geven.
Want Python gaat geen 75 km per uur, maar 85. Maar ja, Rens vond het nodig om 75 in te vullen. Erg verdacht. Nou, verder is mij helaas niet zoveel opgevallen deze aflevering. Dus helaas, dat was het dan al voor mij. Niet veel informatierijker geworden. Voor deze opdracht heb ik eigenlijk geen idee wie de mol is, omdat we in groepjes hebben gewerkt. En mijn groepje heb ik eigenlijk niet echt verdacht. Ik heb er juist een vriendschap mee gesloten, zodat we samen kunnen bedenken wie de mol is. Maar, ik ben trouwens helemaal bij het adem voor niks, maar... ja, ik weet eigenlijk niet wie de mol is. Ik heb maar gewoon gestemd op mijn vorige mol. Jongens, ik wil er niet uit. Ik ben bang dat ik eruit ga. Ik ben de vorige ronde wel doorgegaan. Dus ik hoop nu ook. Krijg zo te weten. In ieder geval, ik heb geen slechte commentaar op me, dus daar ben ik wel blij mee. Dus, ja, dat is wel goed. Nou kandidaat, dit was dan de tweede aflevering van Wie is de Beer? Het wordt weer een treurig moment van een van jullie, want er moet weer iemand afvallen. Hoe hebben jullie de test gemaakt? Prima. Beter als deze keer. Die bepaalt de verandering. Zijn er trouwens jokers ingezet? Nee. Wat? Niet dat ik weet. Wat? Waarom ik? Niet lief. Ik? Waarom nog een vrijstelling? Ik ga maar even kijken. Oh, ik moet botsen van die regen. Ja! Ik Jullie? Ja, ja! Ik ben wel blij. Ja, ik weet niet of ik blij moet zijn. Laat mij nou alsjeblieft opletten. Nee, ik ook niet. Oh my god, ik denk dat ik trek op rood sta. Ik ben bang. Ik ben nooit zo hard. Ik wil het gewoon niet zien. Echt, hè? Oh god. Het is Tim eruit. Ja, Tim eruit. Oh! Willen die weten? Ik wil. Dan wordt je leuk tot zo goed. Ja, of zo'n joker of niet? Ik hoop het. Is goed. Roei! Camera hoort nog. Ik Oh, dat doet mij dan nog. Iedereen wil Roei weten ofzo. Nee, ik heb rood. Rodi. Rodi de Kroon. Rodi. Dat is niet normaal, hè? Oh, Daniel. Oh! Roei! Nee. Kom hier, jongen.
Gaat hij alweer op de grond liggen? Ik zou jou geen pet hebben! Ze zag echt niet aankomen. Ik zou geen pet hebben. Ze zag echt niet aankomen. Nu krijg ik kaas. Alles ging mis. Ja, je hebt het helaas niet goed gehad. Ja. Je hebt wel weer je best gedaan. Dat zeker. Ja. Wordt het ook wel leuk om mee te doen aan de eerste keer? Ja, sowieso. Ja? Zou je het nog een keer doen? Ja. In elk geval, dit was het mensen. Onze Roey. Ja. Jij mag weer naar huis. Ja. Nou. Doei. Doei. Gaan overleggen wie van jullie gaat 2 doosjes openmaken. Ja. Jullie zijn eruit, Dani gaat het pakken. Ja, ik wil echt gewoon totaal niet. Ja, ik wil het wel, maar gokken. Nou, er is een nieuwe penningmeester.